Ik ben Michael Hentier, ik werk bij ABN AMRO en ik ben hoofd van het Technology Lab binnen IT. Ik ben Bastiaan de Vries, developer bij het Technology Lab van ABN AMRO. Binnen ABN AMRO hebben we een Technology Lab opgericht om te kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingen. Die gaan op dit moment zo erg snel dat je heel vroeg bij moet zijn om goed te kunnen experimenteren, te kunnen kijken of deze technologie echt volwassen genoeg is om te implementeren en op die manier je concurrentie voor te kunnen blijven. Bij Technology Lab is echt elke dag anders. Zo zijn we nu bezig met de robot Pepper die we in Python programmeren, Android en iOS apps met ultrasonic communication en VR en Raspberry clusters waarop we Docker toepassen. Een van de experimenten waar we momenteel mee bezig zijn is de HoloLens. Hiervoor hebben we een verzekeringsgame gebouwd waarmee mensen kunnen zien wat de consequenties zijn van spullen al dan niet verzekeren. Nadat ze de spullen hebben verzekerd, begint de game en valt er bijvoorbeeld een vaas kapot of vliegt iets in de brand. Aan het eind van de game kun je dan zien of dat je de spullen op de juiste manier verzekerd hebt of niet. We zijn begonnen met werken in de Unity IDE om vanuit daar de Mixed Reality game te maken. Die deployen we via Visual Studio op de HoloLens om het vanuit daar te testen en uit te voeren. En dat is best cool. Bij het ontwikkelen van de HoloLens game liepen wij natuurlijk ook tegen allerlei blokkades aan. En met de juiste mensen on board komen we er altijd uit. Sinds ik hier ben begonnen ben ik in contact gekomen met nieuwe technologieën en programmeertalen en heb ik mezelf kunnen ontwikkelen in een hele korte tijd binnen een heel leuk hechtteam. We zijn altijd op zoek naar slimme developers die bij willen dragen aan ontwikkelingen zoals deze. Wat ik hier gaaf vind is dat je nooit weet met welke programmeertaal of technologie je morgen bezig bent. En zo zijn we binnen het Technology Lab elke dag bezig met nieuwe, coole innovaties die we voor de hele bank laten werken. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar vooral voor onze klanten en onze toekomst. Doe je mee? Wil jij uitgedaagd worden? Check de site.